Ik ben David Hogendoorn, ik ben 16 jaar oud. Ik doe een opleiding op het Welland College, Green Production, richting plant, niveau 4. En moet je hem hier onderaan moet je hem snijden? Ja. Daarnaast loop ik stage, ook bij dit bedrijf, Evanti. De stage houdt in, je leert alle processen, de teeltwerkzaamheden rond de plant, het bestrijden, het water geven, het klimaat beheersen, het oppotten van de plant. Dus als de plant als een klein stekje binnenkomt, tot de plant weggaat als een grote plant. Het geeft gewoon een kick om van een klein plantje een prachtige mooie plant te kunnen afleveren aan de consument. Waar de consument denkt van een prachtige plant en waar die wat mee kunt. De tuinbouw en de techniek vind ik de mooiste combinatie. Ze hebben hier een robotarm die volledig automatisch de bloemen sorteert op lengte, op kleur. Zo'n robot is natuurlijk echt de toekomst van de tuinbouw. Na stage in Nederland lopen, kan je ook stage lopen in het buitenland, wat ik ook ga doen over een tijdje. Wat dat heel erg interessant is, omdat je ook een andere klimaat ziet, werkomgeving, andere mensen. Dus eigenlijk, het werk beperkt zich niet tot Nederland, maar ook tot het buitenland. Mijn naam is Bethlehem Mustafa. Ik zit op school 4 dagen per week, 1 dag stage lopen. Ik vind het leuk met de handen bezig zijn, ook voor de planten, met de natuur bezig zijn, dat vind ik leuk. Hier kan je alles leren van dagelijkse werkzaamheden wat je aan de planten hoort te doen. Je moet goed je best doen op school. Het is niet alleen stage lopen, daarnaast is het ook gewoon goed je best doen op school, goed je huiswerk maken. Jij vroeg hoe doen we dat dan, maar dat doen we met deze fiets. De tuinbouw is op zoek naar jonge, enthousiaste mensen. Je moet toch wel een beetje doorzettingsvermogen hebben, omdat het zo in drukke tijden is. Het gewoon hard doorwerken en dat is toch wel belangrijk. Als jij denkt van ik ga ervoor, dan komt het helemaal goed. Daar heb ik alle vertrouwen in.